Daar gaan we, Jeroen. Daar gaan we. Ik ben onderweg naar Vodafone Ziggo om CEO Jeroen Hoenkamp en Discover trainee Silke op te halen, die samen een broodje gaan halen buiten de deur. Welkom. Leuk dat jullie meerijden. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen binnen het bedrijf? Nou, van een bijeenkomst waarbij ik met alle graduates samen mocht zitten om te horen hoe de beginfase is geweest voor ze. Silke, jij bent Discover trainee bij Vodafone Ziggo. Ja. Wat houdt dat precies in? Het is een commercieel management traineeship, waarin je dus 3 opdrachten doet gedurende een jaar. Ja. 2 binnen je eigen business unit en 1 doe je echt helemaal out of your comfort zone, dus ga je echt naar iets heel anders doen. Jeroen, waarom zijn jullie het Discover traineeship eigenlijk gestart? De diversiteit aan mensen die binnenkomen, jong, getalenteerd, digitaal, een andere kijk op de wereld. Ja, en dan komen de mensen binnen met deze kwaliteiten en die gaan toch, wat ik dan maar zo, they're gonna rock the boat. Maar dan ben ik nog steeds benieuwd, wat is dan een van de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben? Risico nemen, initiatief nemen, echt openstaan voor verandering. Dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste dingen die we zoeken. Silke, even de clichévraag van vandaag. Waar sta je over 5 jaar? Over 5 jaar hoop ik een leuke functie binnen marketing te hebben, waarin ik veel kan groeien en leren. Ja. En mijn ultieme droom is echt om head of marketing te worden binnen Vodafone Ziggo. Dat is goed, je hebt in ieder geval ergens om naartoe te werken. Ja, precies. Ja. Ja, Jeroen, jij bent al CEO binnen het bedrijf. Veel hogere functies zijn er eigenlijk niet. Waar staat Vodafone Ziggo over 5 jaar? Dat je, of je nou vast gebruikt, mobiel gebruikt, thuis of onderweg, je overal altijd naadloos je content kunt krijgen met een perfecte customer experience. Daar zijn wij over 3 tot 5 jaar. Zo. Jullie kunnen even lekker broodje halen en ik wacht hier op jullie. Lekker. Ja, oké. Dank je. Tot zo. Voor jou, Jeroen, wat voor een impact hebben de trainees tot nu toe gemaakt? Er gebeurt daar iets, er is een nieuwe dynamiek, er zit verandering zit erin en je merkt het meteen in de omgeving. En dat vind ik echt super belangrijk. Dus je merkt echt wel meteen het resultaat van het feit dat jullie die trainees hebben binnengehaald? Absoluut. Soms zijn het kleine dingen. Ik heb dit jaar alweer een paar e-mailtjes gekregen. Trainees die hebben een idee, kunnen we een keer een kop koffie over drinken, praten we erover. En die worden echt hartstikke serieus genomen. Die krijgen echt serieuze verantwoordelijkheden, grote belangrijke projecten. Niet van die dingetjes in de marge, nee. Juist echt dingen die er echt toe doen. Silke, dat mailen, heb jij daar ook gebruik van gemaakt? Zelf nog niet per se naar Jeroen zelf. En heb je bepaalde ideeën dat je denkt van, nou, dat zou met Jeroen mailen misschien toch wel handig zijn? Zeker, ik denk dat er altijd wel vaak ideeën bij jezelf binnenkomen. Dus misschien moet ik daar ook inderdaad maar een keer gebruik van gaan maken. Bij deze Jeroen, dan weet je dat hij kan binnenkomen. En nog veel liever gewoon aanspreken. Hè? Ik loop ook net als ook normaal mensen door het gebouw heen en ben in het restaurant en bij de koffiecorner. Jeroen, waarom zouden mensen nou voor dat traineeship bij Vodafone Ziggo moeten gaan? Dik een jaar geleden waren we nog 2 verschillende bedrijven. Nu zijn we iets meer dan een jaar 1 bedrijf als Vodafone Ziggo. Maar we hebben 2 fantastische merken. We hebben 2 fantastische netwerken, een landelijkend kabelnetwerk, een landelijkend mobiel netwerk. Dat brengen we nu bij elkaar met fantastische content. En we kunnen daar echt unieke dingen leveren voor onze klanten met een unieke klantbeleving. Dat is 1. En daarnaast natuurlijk de persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt echt de kans om een mooi bedrijf, een groot internationaal bedrijf, echt goed te leren kennen. En je krijgt een hele goede begeleiding. Dus het is een fantastische basis om van daaruit door te groeien. Silke, als je dit zo hoort, was dit ook de reden voor jou om hiervoor te kiezen? Ja, absoluut. Ik wilde graag voor een bedrijf werken met een dynamische markt. Nou, dat is Vodafone Ziggo zeker. Ja, bij uitstek. En daarnaast vond ik inderdaad de persoonlijke ontwikkeling ook erg belangrijk. Zo, we zijn er weer. Vodafone Ziggo. Helemaal goed. Mag ik jullie bedanken, Jeroen? Hartelijk dank. Te gek dat je even tijd kon maken. Graag gedaan. Silke, hartstikke bedankt. Ook, heel erg leuk. Ja, en heel veel succes. Dankjewel. En we hebben eigenlijk ook nog een verrassing voor jou, Erik. Om je te bedanken. Nog een lekker broodje meegenomen. Oh, dat vind ik wel echt heel lief. Dankjewel. Daar ga ik van genieten. En jullie werken ze nog. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Fijne dag, hè. Dank je. Nou, dit was serieus een leuk en leerzaam ritje. En goed om te weten dat je dus als Discover trainee alle kansen krijgt bij een ambitieus bedrijf als Vodafone Ziggo. Nou, zij gaan nu hard aan het werk en ik kan dus lekker van mijn broodje gaan genieten. Dankjewel, Jeroen en Silke.